schade op school door inbraken, burgers door de militair en vuile tabletten moeten terug. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Dieven hebben de afgelopen week een aantal keren ingebroken in de gebouwen van de basisschool en de Mulo-school aan de Hockeystraat in de buurt La Tour. De schade is behoorlijk en de inbraken moeten nu echt stoppen. Vanaf januari tot, laten we zeggen, eergisteren heb ik in totaal 9 inbraken gehad. Waarom dit? Omdat de school werd bewaakt door een bewakingsbedrijf, een particuliere bewakingsbedrijf. En de chef van het bedrijf heeft de wachters teruggeroepen omdat die het onderwijs een achterstand heeft in betaling aan het bedrijf. En de jongens of de qua jongens hebben dit gemerkt en vanaf dien heb ik last van ze. In het verleden hadden we dranken, sappen, water. Dat namen ze allemaal mee en als er op de maandag en de woensdag dan komt er melk of pap, dan wordt dat ook meegenomen als het overblijft. Boeken en zo, melk, water. Ze hebben die stoelen gebroken, ze hebben die ton gebrand en zo. Ze zijn hangjongeren, jeugdigen en kinderen die zelfs hier op school hebben gezeten en die nu niet meer op school gaan, laten we zeggen schoolverlaters. En het gaat om jongens van de buurt, ik ga daarbij straten opnoemen. Het gaat om jongens van de Mangreweg, Hockeystraat en Santoweg. Ik kan dat omdat hij in klant kan lopen. En terwijl ik klant loop, dat hij dacht, zie je een paar mensen kijken, stelen, over die schutting gaan. En nu als ik over die schutting ga, misschien gaan ze iets stout met me doen. Ik heb in de eerste plaats heb ik de politie gebeld. Ik heb gebeld met BBO-kantoor, Bureau Basisonderwijs. Ze hebben me verwezen naar afdeling bewaking aan de Jesserinstraat. Ik heb ook contact met hen gehad. Ik heb ook het bedrijf, het particuliere bedrijf zelf, ik heb contact met ze gemaakt. Want door hun te doen, is dit alles, gebeurt dit alles. Dus ik heb ook contact met hen gemaakt. Maar ja, men zegt als de kalf verdronken is, dempt men de put. En nu zie ik dat er nu pas men een werking van maakt om wat te doen. We brachten in februari en maart 2 items over het probleem dat burgers verdachten mishandelen. Dat is strafbaar. In het dorp Biggie Poika is er weer zoiets gebeurd en deze keer is iemand overleden. Het slachtoffer Clifton van der Kloos was een militair die in Biggie Poika was voor rouwvisite, in het Surinaams genoemd Dede Osso. Toen hij wegging, heeft hij vermoedelijk een bromfietser aangereden met zijn auto en is toen doorgereden. Iemand achtervolgde hem en heeft hem toen klem gereden. Daarna is hij zwaar mishandeld. Ik vind het een beetje belachelijk, want zoiets kan je niet maken om na ongeluk gewoon weg te rijden. En ik vind ook van dat die andere zelf de, hoe noem je het, dat, hij het gewoon zelf, dat die anderen het gewoon zelf in handen hebben genomen, vind ik ook niet goed. Want je kan gewoon de politie bellen en dan zouden hun het gewoon verder behandelen. Of handelen, ja. Ik vind het niet echt oké, want hij kan gewoon even stoppen en kijken wat er eigenlijk aan de hand was. Omdat je bent je eigen handelingen gaan plegen en dat mag helemaal niet. En jullie hebben die man mishandeld tot de dood, dus dat is helemaal niet goed. Personen die erbij waren toen de mishandeling gebeurde, hebben tegen de politie gezegd dat meneer Van der Kloos dronken was. Iedereen was boos, zeggen ze, omdat hij na de aanrijding is doorgereden. Dat vond ik ook helemaal niet goed, want als hij gewoon rustig was blijven wachten, zou dit niet met hem gebeuren. Als hij gewoon rustig was blijven wachten en hij de politie gebeld, zou het helemaal niet zo aflopen voor hem. Een van de dingen die een probleem is wanneer verdachten worden mishandeld, is dat er bijna altijd verwarring en onduidelijkheid is. Uit het onderzoek is voorlopig naar voren gekomen dat de militair geen alcohol in zijn bloed had, terwijl er wordt gezegd dat hij dronken was. Ik vind drinken of alcohol helemaal niet goed, want je kan misschien een beetje drinken, maar het is gewoon van de wet, je mag niet drinken en rijden, want je kan iemands vader of iemands moeder, kan je
in ongeluk brengen of je kan ongeluk maken. En dan zijn er zoveel dingen dat er kunnen gebeuren. Gewoon de politie bellen en kijken wat hun verder ervan vinden en wat ze verder kunnen doen. Omdat het slachtoffer een militair was, doet de militaire politie en niet de gewone politie het onderzoek. Veel personen die hebben gezien wat is gebeurd, willen niets vertellen. Ook de kapitein van Biggie Poika wil niet veel zeggen. Ik zou hem tegenhouden en bijvoorbeeld en direct de politie bellen, ja. Ja, dat zou ik doen. De politie gewoon bellen en dan gewoon rustig vertellen wat er was gebeurd en dan gewoon wachten. Nou, ze hoefden het niet zo te doen, want ze kon gewoon wachten en de politie bellen en de politie zou hem opsluiten. De militaire politie is op zoek naar één verdachte. Die persoon heeft meneer Van der Klaus waarschijnlijk op zijn hoofd geslagen met een zwaar voorwerp. Door deze slag is het slachtoffer overleden in het ziekenhuis. Hoge bloeddrukpatiënten in Suriname zijn geschrokken van het nieuws dat ze medicijnen hebben gekregen die vervuild zijn met een stof die kanker kan veroorzaken. En ieder die deze medicijnen heeft gekregen is gevraagd ze weer in te leveren. Ik was geschrokken. Echt geschrokken, want ik heb het zelf niet via de media gehoord. Ik heb het via gehoord. Dus ik was geschrokken, dus daar heb ik dan direct ingegrepen om te kijken wat ik precies moest doen om verder te gaan. De tabletten komen uit Nederland. En die bevatten de stof nitrosodimethylamine, afgekort NMDA. Deze stof kan kanker veroorzaken. Bepaalde personen hebben de medicijnen gedronken, onder wie meneer Edson Kertokario, leerkracht op de Hendrikschool. Ze hebben me gezegd dat ik dan die oude medicijnen moet terugbrengen naar de apotheek, waar ik het heb gehaald. En voor vervolgens recept moet ik dan nog weer terug naar de dokter gaan. Ik vind het heel gevaarlijk, want je weet niet wat er precies met je kan gebeuren, want je hebt verschillende ziektes. Ik vind het slecht, want mensen gebruiken deze tabletten en het is kankerverwekkend en dat weten die mensen niet. De tabletten zijn afgegeven door apotheken aan patiënten die een recept hadden. Ervin Jongalim is directeur van Apotheek Jongalim en hij is voorzitter van de Vereniging van Apothekers. Volgens hem worden personen die deze vervuilde tabletten één keer hebben gebruikt niet direct ziek. Dus de gevolgen zijn vrij klein. Er zit een verontreiniging in, twee stofjes. En die zijn mogelijk kankerverwekkend, maar het zijn twee stofjes die ook in verontreiniging in de omgeving zitten. Ze zitten dus ook in drinkwater, ze zitten ook in voedingssupplementen. Maar ze horen niet in medicijnen te zitten. Maar je moet het zo zien, het moet langdurig gebruikt worden en het moet een hoge dosis zijn. Kanker is een heel erge ziekte en de meeste mensen die kanker hebben gaan dood ervan. Ten eerste, ik zou het op die doktoren afreageren, want hun maken dat ding en ze weten precies dat er kankerverwekkende dingen erin zijn. Apotheken moeten om de tabletten terug te krijgen, contact maken met de patiënten aan wie ze deze medicijnen hebben afgegeven. Dat is een hele klus, vertelt meneer Jongali. Bij zijn apotheek alleen gaat het al om een paar honderd personen. En met de data die de apotheken dan hebben, dus waaronder telefoonnummers, kunnen de mensen dan gebeld worden en teruggeroepen. En ja, tijdens die actie kom je dan tot de ontdekking dat nummers vaak niet kloppen. Er wordt niet opgenomen, dus het was een hele operatie. Gelukkig zijn de berichten in de media, die hebben ook een groot deel geholpen. Ik denk dat ik een beetje teleurgesteld zou zijn, misschien boos zou reageren, wraak zou willen nemen, want het is echt buiten mijn schuld. Niemand wenst om ziek te worden. Ik vind het wel erg, ja. En ik zou het gewoon niet meer vertrouwen. Volgens meneer Jongalim is het de bedoeling dat de patiënten andere bloeddrukmedicijnen krijgen in plaats van de vervuilde tabletten. We hebben het ook even nagevraagd hoe het komt, want normaal gesproken als een medicijn geproduceerd wordt, dan heb je dat de grondstoffen van tevoren ook gekeurd worden. En je zou denken, als de grondstof van tevoren gekeurd wordt, dan zou je dan al ontdekt moeten hebben van het is niet goed, dus dan ga je het medicijn ook niet maken. Maar wat de fabrikant gemeld heeft, is dat de limiet voor die vervuiling dit jaar is aangepast. Dus het is nog lager geweest, waardoor bij het produceren van het middel het wel voldeed aan die limiet, maar bij die nieuwe limiet niet meer. Ondertussen is 80% van de tabletten al teruggegeven. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken naar het 10 minuten jeugdjournaal. Slaap lekker en tot de volgende keer.